Aan de Veluwezoom liggen in de gemeente Renkum de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heveadorp, Heelsum en Renkum. De Nederrijn en haar uiterwaarden typeren het zuidelijke deel van dit gebied. Met natuurgebieden als de Jufferswaard, de weilanden bij de Benedendorpsweg en de omgeving van Kasteel Doorwerth. Het heuvelachtige landschap van de Veluwezoom ontstaat zo'n 200.000 jaar geleden, tijdens de voorlaatste ijstijd. Het water van het smeltende ijs zoekt zich een weg langs de stuwwal naar de lager gelegen gebieden. Er ontstaan beekjes, rivieren en dalen. Een zeer gevarieerde omgeving is het resultaat. Bossen, heidevelden en watertjes worden afgewisseld door fantastische uitzichten op de Rijn. Het landschap van de zuidelijke Veluwezoom wordt een bron van inspiratie voor tal van kunstenaars. De uitvinding van de verftube rond 1840 maakt het voor het eerst mogelijk om in de buitenlucht te schilderen. Verf in een tube droogt immers niet uit en kan in handzame hoeveelheden worden meegenomen. Aangetrokken door het wonderschone landschap strijken vanaf 1850 dan ook verschillende schilders neer in Oosterbeek, Wolfheze en Doorwerth. Aan beekjes, onder eiken of uitkijkend over de heidevelden proberen ze de natuur op doek te vangen. Niet alleen schilders krijgen oog voor het fraaie landschap. De aanleg van de spoorlijn tussen Amsterdam en Arnhem in 1845 met stations in Wolfheze en Oosterbeek ontsluit het gebied voor gefortuneerde families elders uit het land. Ze bouwen er landhuizen en villa's om er gedurende de zomer of zelfs permanent te gaan wonen. De kapitaalkrachtige families drukken niet alleen met hun buitenhuizen een stempel op het gebied. Ze zorgen ook voor een goede afzetmarkt voor schilderijen. Per trein ontdekken ook dagjesmensen en vakantiegangers de Veluwezoom. Ze genieten van het uitzicht vanaf de Westerbouwing, gaan eendjes kijken bij de vijver op de Hemelse Berg of gaan uitrijden met een paardenkoets. Toeristen maken gebruik van pensions en hotels. De middenstand vaart er wel bij. Zo breidt de bebouwing in Oosterbeek zich langzaam uit en de boerderijtjes verdwijnen op de achtergrond. De diversiteit van het landschap komt terug in de schilderijen van Hendricks, Roelofs en Bilders, die hier halverwege de 19e eeuw neerstrijken. Vrouwelijke schilders van naam zijn Marie Bilders van Bossen, Maria Vos en Adriana Hanen. Samen vormen zij de Oosterbeekse school, een voorloper van de Haagse school. De flamboyante Bilders wordt het middelpunt van de kunstenaars die hier naartoe komen. Ze zien elkaar in kroegen en logementen en bediscussiëren elkaars werk. Zo ontstaat de eerste kunstenaarskolonie van Nederland. Na het overlijden van Bilders in 1890 wordt Theofiel de Bok de aanjager van de volgende generatie schilders. Dat leidt begin 1900 tot de oprichting van de Renkumse kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis. Jaarlijks organiseren ze tentoonstellingen met werk van de leden en van de genodigde kunstenaars. Barend Verwerda is hierbij een drijvende kracht. Pictura Veluvensis wordt echter ernstig getroffen door de gevolgen van de economische crisis van 1929. In 1935 volgt de opheffing. Dankzij het werk van de schilders van de Oosterbeekse school kunnen we nog volop genieten van het landschap van toen. En nog altijd inspireert de natuur van de Zuid-Veluwe schilders om erop uit te trekken en de omgeving vast te leggen. Op doek of in het echt, geniet van de schilderachtige natuur.